dit pakketje. De website genaamd wholesalebuying.com had aan mij gevraagd of ik wat producten voor een bepaalde prijs zou uitkiezen. En dan kreeg ik die gratis opgestuurd. Maar daar moest ik er een video over maken. Of ik dat nu wou doen. En ik wou het echt heel erg graag doen. Want dat was ook zoiets eigenlijk mijn eerste echte samenwerking. Dus het leek me echt super leuk om te doen. Ik heb in totaal voor de prijs 5 spulletjes kunnen uitkiezen. En ik heb ze dus vandaag aangekregen en ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb het wel al opengedaan en ik heb de spulletjes aangezien, want ik kon echt niet meer wachten. En ik wacht al zo lang op dit pakketje. En ik was het gisteravond gaan halen. Allee, ja, de dag dat ik het film gisteravond gaan halen. Want ja, het was al aan mijn huis geleverd, maar we waren er toen niet. Maar ik heb het wel opengedaan en ik heb de spulletjes aangezien. Maar toch ga ik er nog een filmpje over maken, want het is echt de moeite waard. En ja, dat was ook de voorwaarde, maar oké. Okay. En laten we dus maar heel snel aan beginnen. Dus als allereerst, ik kreeg het gewoon een grote, ja, envelop, zag ik echt een ding. En dan was het hier zo toegeplakt. Maar dat is dus nu ja, opengemaakt. Ik heb het ook niet meer van boven. En ik ga gewoon beginnen met het eerste wat uit te pakken. Dit en dat is het rokje. Zo ziet het rokje eruit en is het is een zwart skaterrokje. Maar het is denk ik net iets te kort voor mij. Ja, want ik heb het nog niet aangedaan. Maar volgens mij is het voor mij wat te kort. Maar ik ga het dus aandoen en dan kan ik het wel zien. Ik had het in de maat medium gekozen. Maar ja, het is precies wel een beetje te kort. Maar ja, ik ben hier heel erg blij mee, want ik hoorde alles heel graag en nu kan ik het gewoon eens uitproberen. Dan het volgende dat ik vind is dit. En dit is een horloge. Het is deze horloge. En het is zo een, met een zwart bandje. En in het midden zit er zo een, ja, een wereldbol eigenlijk. En ik had eigenlijk nog geen deftige horloge, dus dacht ik, zal ik er nu eens gebruik van maken. Er is ook een horloge gekozen en ik ben er heel blij mee. Dan het volgende dat ik vind zijn deze kwasten. En het is een kwastensetje van 6. En ik weet niet hoe, welke kwast voor wat je precies dient. Maar dat zal ik dan wel ondervinden. Als eerste heb ik deze kwast en dat heeft van boven een sponsapplicator en hier van onder een... ja, een oogschaduwkwast is het denk ik. Deze, en dit is volgens mij een blending kwast. Of ja, ik weet ook niet goed wat het dient. Als jullie weten voor wat het dient, zet het dan zeker in de comments. Ik zal het even uit de pakje halen. Dus het is echt, oh, het is echt super, super zacht. Het is echt een heel erg zacht kwastje. En dit is zo, ja, rond. Dus als je weet voor wat het dient, laat het zeker weten. De volgende kwast is zo'n platte kwast. En volgens mij kan je dit gebruiken voor concealer. En dat is wel heel gemakkelijk, want dat had ik nog niet. Dan de volgende is nog zo'n plat kwastje, maar dat... wacht zo. Maar dat is hier van boven zo'n beetje schuin afgesneden. Dan de volgende is dit kwastje en het is zo'n plat schuin afgesneden kwastje. En hier kan je veel mee. Hier kan je zo je eyeliner een beetje mee aanbrengen of je wenkbrauwen bij tekenen. En dan de laatste is denk ik een smoky eye kwastje. Ja, het is denk ik een smoky eye kwastje. En... oei. Het zijn echt allemaal heel erg goede kwasten. Dus ja, ik ben er echt super, super blij mee. En het volgende is deze zonnebril. En ja, ik heb dus nu een rokje en een zonnebril besteld. Maar ik had het in de zomer besteld en ik heb het nu pas aangekregen. Maar ik heb dus deze zonnebril. Dit is een zwarte met hier zo, ja, dingetjes en gouden randjes. Ik zal hem even opzetten. Wacht even. Zo ziet hij er dus uit als hij opstaat. En ja, ik vind hem echt super, super mooi. En het laatste is dit. En ik zal het even uit de verpakking halen. Dit is een rugzakje. En het is echt een heel mooi rugzak. Hij valt alleen een klein beetje tegen. Het is een beetje te klein. Want ik kwam gebruiken voor mijn school. Maar hij is wat te klein. En ja, hij is zo te klein. En hij is ook wat te smal voor aan mijn boeken en zo erin te krijgen. Maar ik kan hem bijvoorbeeld perfect als ik eens een dagje naar een pretpark ga of dansles of zo, is deze echt heel geschikt. En ik vind hem echt super, 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 super mooi. Het heeft zo'n kant en ja, de lintjes zijn zo'n beetje rood, roodbruin leerachtig. Maar natuurlijk is dat geen echt leer. En hier de bandjes hebben weer dat super mooie kanten accent. Ja, dat was dit mijn unboxing video alweer. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. De link van de website staat in de beschrijving. En de link van elk product staat ook in de beschrijving. Ik ben met alle producten heel erg blij. En ik ga ze zeker gebruiken. Ik ben het echt het meest blij met de horloge. En de kwasten vind ik ook super. Ik vind het rokje. Ik vind gewoon alles super leuk. De zonnebril, echt alles. De rugzak.
Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden om op de hoogte te blijven aan mijn video's. En vergeet ook zeker niet te reageren. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Dag!